de nachtzoen. Eten, drinken, een luisterend oor. Wat is het ultieme dat een mens aan een ander geven kan? Deze bewoner van het Kleiklooster in de Bijlmer heeft wel een idee en vertelt erover. Een tweede nachtzoen van Johannes van den Akker. Johannes, jij bent een van de stuwende krachten achter het Kleiklooster. Een van de dingen die jullie willen aanbieden in het klooster is een bed. Mm-hmm. Maar vertel eens eerst, wat is het voor plek? Ja, het Kleiklooster is een leefgemeenschap in de Bijlmer. Dat is in hartje zuidoost, zeg maar, in Amsterdam. In zo'n enorme grote honingraadflat. Daarbinnen hebben wij een stukje gekocht. Een rij appartementen. En daarin vormen we onze gemeenschap. We wonen daar met 8 volwassenen en 7 kinderen als vaste groep. Dus de kloosterlingen, zoals we onszelf dan noemen. En daar in het hart van het klooster hebben we een kloosterhuis. Met daarin gastenkamers. Dus we vangen dakloze gezinnen op. We hebben daar een buurtkamer met een hele grote eettafel. We hebben een kapel voor het avondgebed. Nou, en dat is een beetje de plek waar zeg maar, het klooster klopt. Ja, en van daaruit proberen wij het goede te zoeken voor de omgeving. We hebben een zin hangen in de buurtkamer. Zo zonder iets te willen er te zijn. Ja, en hoe ben je er dan? Wat doe je dan? Nou, voor een deel is dat helemaal niet zoveel en helemaal niet zo bijzonder. Ik bedoel, wij leven daar gewoon met elkaar als gemeenschap. We nemen, weet ik veel, de postbode die zijn pakketjes, hij was ziek, stapel enorm op. En wij zeggen dan, weet je wat, dump ze allemaal bij ons. Dan gaan wij het wel naar onze buren brengen. Nou, zoiets simpels, kleins, zeg maar, kun je dan doen. Het gaat ook gewoon om mensen die willen langskomen voor een praatje, een kop koffie. En mensen die inderdaad dus dakloos zijn en dan een bed nodig hebben. Dus in die breedte proberen wij zo van gasvrij te zijn voor de omgeving en... Welke nood kom je zo al tegen bij de mensen die je ontmoet? Ja, het is eigenlijk heel divers. Sommigen komen gewoon een tijdje langs zij omdat ze in een scheiding liggen of zo. En dan even weer een plek moeten vinden in het leven. En dan een tijdje bij het avondgebed aanschuiven. Het zijn gewoon mensen die gewoon gezelligheid zoeken en daarom bij de maaltijd komen. En die bedden voor de nacht, zeg maar, dat is... Dat zijn gewoon gezinnen die voorheen in een auto sliepen of logeerden in hun netwerk, maar dan op den duur dat niet meer gaat. Dus dat is meer echt een soort van noodopvang. Maar dan is het wel, dan is een bed zeg maar wel het soort van, vinden wij dan een soort van het ultieme. Omdat je daarmee mensen echt opneemt eigenlijk in je leven en in je leefomgeving. Dus bij koffie kun je altijd nog meer mensen zeggen, nou, koffie is op, tot ziens, zeg maar. En bij een bed, dat gaat dieper, dat gaat verder. Want ze wonen gewoon echt, ze maken een deelgenoot uit van je, ja. van je eigen leven. En daar laat jij mensen dan ook toe? Ja. Ja. Jij was een hele belangrijke kracht bij het begin van het Kleiklooster. Is jouw droom nu werkelijkheid geworden? Ja. Dat denk ik wel. Tenminste, we zijn nog best wel aan het begin, vind ik, van het klooster. Dus we bestaan nu 3 jaar. Ik hoop dat ik over 30 jaar nog woon. Nou, en als dat zo is, dan zeg maar, kom ik een beetje in de buurt van wat ik hoop dat het gaat zijn. Een plek die er is. En op, voor allerlei verschillende mensen op verschillende momenten van betekenis is. En ik heb wel het idee dat er nu een soort van geraamte staat om dat voor elkaar te krijgen. Ik wens het je toe. Dankjewel.